Het schrijverspad, dat loopt van het station in Rhenen naar het veer over de IJssel bij Dieren, voert ons langs een aantal locaties waar diverse schrijvers hebben gewoond en gewerkt of anderszins verdienen om te worden vermeld. De Cunera-kerk is het laatst gerestaureerd in 1976. In dit afdalende steegje werden vroeger de wc-tonnen geleegd. Tegenwoordig heet het charmant de Kamperfoeliesteeg. Weer terug bij het viaduct. Bij het station staan we waar Koekenbakker stond in Titaantjes. Het boek van Nesjo uit 1918. Na Ouwehands Dierenpark slaan we linksaf het bos in en komen we uit bij de begraafplaats. In de meidagen van 1940 rukten de Duitsers 20.000 in getal in tanks vanaf Wageningen op en moesten vanwege de onder water gezette Gelderse Vallei hier de berg op. 3 dagen hebben 2400 Nederlandse soldaten slecht toegerust slag geleverd tegen de verpletterende overmacht. Afdaling naar het voetpad dat onderlangs de Grebbeberg loopt en dat aansluit op de Rijndijk. Richting Wageningen. Rechts begint het natuurgebied de Blauwe Kamer. Beelden van de Blauwe Kamer met op de achtergrond de Grebbeberg. Naar links hebben we een mooi uitzicht richting Wageningen. Naar rechts kijken we uit over de uiterwaarden en de rivier. Een oude en verlaten steenfabriek. De haven van Wageningen is de grootste binnenhaven tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Het beeld, windkracht van Ubbo Scheffer. In Wageningen woonde Katrien, het meisje waar Gerrit Achterberg verliefd op werd. Na 3 jaar maakte Katrien de verkering uit. Gerrit reageerde met de gedichtenbundel Strofen. Een afscheidsgedicht zou zich op deze plaats kunnen hebben afgespeeld. Zij ging van mij vandaan, het licht van den lantaarn tegen, haar lange schaduw lag tot aan mijn voeten. Zo heeft zij voor het laatst mij willen groeten. Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie plaatsvond. De gedenkzaal Vrijheidsvuur van Hanson Roebes. Gaat de zon schijnen, dan komt de zaal omhoog. Wat de studenten deed verzuchten dat ze nog wel meer dingen kenden die bij opwarming omhoog komen. Langs het Arboretum. Uitzicht over de Betuwe. Bij het park Belmonte met ook weer een schitterend uitzicht over de rivier en de Betuwe.
Oranje-Nassau-oord, het eindpunt van de eerste etappe. Koning Willem III heeft het laten bouwen voor zijn gemalin Emma van Waldeck-Pyrmont, die in het vlakke Holland heimwee had naar de heuvels bij haar geboortegrond Arolsen. We lopen hier in een beekdal, waarin drie beken stromen naar de Rijn. Sinds eeuwen wordt het water gebruikt door papierfabrieken, waarvan er nog één in Renkum staat. Een kerkje buiten het centrum van Hilsum. Dit pad wordt het Heterense voetpad genoemd. Het ligt op het plateau de Noordberg. In de verte loopt links de A50. Onder de A50 door een uitzicht over de uiterwaarden van de Rijn. Kasteel Doorwerth. Over de uiterwaarden zien we in de verte de spoorbrug bij Arnhem. Het eindpunt van de etappe bij de lage oorsprong in Oosterbeek. Landgoed de Hemelse Berg. Deze waterpartij is aangelegd door de schrijver Kneppelhout. Dit beeld heet Engel op lichtende doortocht. Het is gemaakt door de Oosterbeekse kunstenaar Marius van Beek en het is een herinnering aan de strijd in 1944. Op dit kerkhof ligt Jacob van Lennep, schrijver van vuistdikke historische romans begraven. Zijn graf is een monument. In de bomen het kerkje van Oosterbeek. Willem Barnaar, pseudoniem voor de schrijver Guillaume van der Graft, heeft er in 1995 dit gedicht aan gewijd toen hij predikant was in Roosendaal en er wel eens voor ging. Aan het eind van dit pad zullen we direct de weg Oosterbeek-Arnhem oversteken. Bij Mariendaal. De Groene Bedstee is een liefdeslaantje in de vorm van een 400 meter lange tunnelhaag uit 1865 van gewone beuken die bovenin naar elkaar toegetrokken zijn. Oversteken bij de Amsterdamse weg. We zijn nu op het landgoed Warnsborn. Na de kruising van de Schelmseweg zijn we al gauw bij kasteel Zijpendaal. Gebouwd
in de jaren 1762 tot 1764. In het kasteel is het hoofdkantoor van zowel de Stichting Het Gelders Landschap als de Stichting Vrienden der Gelderse Kastelen gevestigd. Na kasteel Zijpendaal lopen we Park Sonsbeek in. Park Sonsbeek is eind 19e eeuw gesticht door welgestelde particulieren. In 1899 is het door de gemeente Arnhem aangekocht, die het in oude luister heeft hersteld. Huis Sonsbeek wordt in de volksmond de Witte Villa genoemd. We beginnen aan de etappe naar Velp. Onder de A12 door. Eindpunt van de etappe in Velp. We maken ons op voor de laatste etappe, maar eerst koffie. Kasteel Biljoen. Vanaf de Ossendaalse Laan, waar we nu lopen, hebben we een prachtig uitzicht. We staan op de Arnhemse Straatweg met onze rug naar het sterfhuis van Louis Couperus. Hij overleed in 1923. We komen langs kasteel Rederoord, nu een conferentiecentrum. In de steeg zouden we het beeld van Simon Carmichelt en zijn vrouw moeten kunnen zien. Helaas is het door criminelen vernietigd en gestolen. We laten hier de Middachter Allee achter ons en slaan de weg in naar kasteel Middachten. Het kasteel is nog steeds in eigendom van het oude Engels-Nederlandse geslacht Bentinck. Locatie van Helle Haase's roman Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van Karakter. 1978. Thank you.
Het veer bij dieren, eindpunt van de wandeling. Met dank aan de auteur Bert van Dorsten, eertijd docent Nederlands aan het Marnix College in Ede.